Dag Laura van den Broek, goedenavond. Goedenavond. We kennen elkaar van Miss België. Ja, dat klopt. Ja, ik ben bij Miss Oost-Vlaanderen de wildcard gekregen en ook bij de laatste Nationale 30 geraakt. Dus. En nu Miss Benelux, een beetje uitbreiding van het gebied natuurlijk. Ja, ervaring opdoen natuurlijk. Hè. Altijd iets hoger gaan, hè. Dat is het beste. Waarom deze verkiezing voor jou? Goh ja, ze hadden al veel goeds gezegd over deze verkiezing. Dus ik dacht van ja, we gaan een keer meedoen. En het is eigenlijk de laatste verkiezing waaraan ik ga meedoen. Ik word aan 20 jaar en dat vind ik toch wel een mooie leeftijd om de laatste keer toch nog eens... 20 jaar is niks, hè? Dat is waar, maar ja, uiteindelijk, je bent jong, je wilde ervaringen opdoen. En ik denk, ja, dat is wel... Allee, proberen zo ver mogelijk te geraken in deze laatste verkiezing dan. Ja. Ken je de meisjes al een beetje rond u? Ja, toch wel. We hebben al goed kennis gemaakt. Het zijn allemaal leuke meisjes, spontane meisjes. Dus er is eigenlijk niemand niet uitgesloten. Ja, het valt echt wel goed mee. Echt waar, leuk. Ja. Kan je dat vergelijken met Miss België bijvoorbeeld, wat je nu meemaakt? Ja, toch wel. De meisjes ook. Ja, het is begin nog, maar dus je kunt nog niet echt elimineren van ja, die is die en die is zo'n karakter. Maar het is wel ja, dezelfde manier opgebouwd als Miss België. Hè. Eerst elkaar leren kennen, dan verkiezingen, dan uiteindelijk de Miss Benelux. Dus ja, het is wel te vergelijken, ja. Toen ik jou de eerste keer interviewde, was ze nog aan het studeren. Ja. Nog altijd? Ja, dat klopt. Ik zit nu in mijn tweede jaar communicatiemanagement, public relations, in Gent. Ken je de trucken van de vooral een beetje? De trucken van de vooral van communicatiemanagement? Ja, toch wel, ja. Ik ga nu volgend jaar mijn stage doen bij Portus Novoli, dus dat is een internationaal PR-bedrijf. Dus zo natuurlijk mijn talen nog extra op te krikken en ja... Het ligt me echt wel die richting. Ja. Hoeveel jaar moet je nog doen trouwens? Nu volgend jaar mijn laatste jaar en mijn stagejaar. En dan ga ik nog 2 jaar Europese studies doen. Ja. Europees parlement misschien voor jou? Goh, dat denk ik toch wel niet. Maar ik zou Europese studies doen vooral voor politiek een beetje onder de knie te krijgen. En het is ook vooral veel geschiedenis. Dus dat interesseert mij echt wel. Ja. Je mag naar Bodrum. Dat is ook een stuk geschiedenis natuurlijk, Turkije. Zeker, zeker. En niet alleen geschiedenis, denk ook heel veel amusement, winkeltjes. Kijk echt wel echt uit naar die reis. Ben je een shoppingman dan? Shopping? Ja. Ja? Zeker, zeker. Ja, ik denk, als ik mijn kleren moet beschrijven uit mijn kleerkast, denk dat ik nog een uur sta. Dus ja, ik hou van shoppen, echt waar. Ja. Kleedje van vanavond, heb je dat zelf moeten kiezen of mogen kiezen? Ik heb dat gekregen van mijn ouders, het is van Nicky van Kets. Dus ik heb dat cadeau gekregen. Beetje gewaagd hè, eigenlijk? Een beetje gewaagd, ja, toch wel. Maar ik vind, we hebben nog altijd mooie lichamen dat we mogen tonen. Dus een mooi kleedje mag toch altijd wel een beetje open zijn, vind ik. Van Nicky van Kets trouwens, ja. Ja, van Nicky van Kets. Ja. Ken je die een beetje? Nee, maar het schijnt dat hij eigenlijk verre, verre, verre familie van mij is langs mijn stamboom. Maar dat weet ik helemaal niet. Dus nee, ik ken hem echt wel niet. Nee. Laura, geniet nog een beetje van de avond. Ja, dankjewel.